Vandaag ga ik iets doen wat ik echt 5 jaar niet heb gedaan. De Crossbar Challenge! Maar de Crossbar Challenge komt echt uit 2014 of zo. Niemand vindt dat meer boeiend. Je moet er iets aan koppelen wat het wel leuk maakt. We gaan geld inzetten. Iedereen houdt natuurlijk van een gokje. Dus Jeroen en ik hebben beide 250 euro. Kijk eens even aan. En je vraagt je misschien af, wie is de sponsor voor deze video dan? Ja, de sponsor voor deze video, dat ben ik zelf. Ja jongens, ik ga deze video zelf sponsoren. Jij bent ook de sponsor van deze video, dankjewel. Tik hem aan. Nee, ik skip je. Oké, nou we hebben beide 250 euro, dat gaan we op de pot leggen. Ja, we gaan dus doen wie als allereerste 3 keer de lat raakt, die wint. Dus 3 keer raken en je bent klaar. We gaan beginnen, let's go. 250 euro zit op het spel, Jeroen. Aan jou de eer om te beginnen. Nou, hier gaan we. Eerste schot. Oh, wat leuk. Ik heb echt denk ik iets van 5 jaar niet gevoetbald. Dit zit er gewoon niet meer in, jongens. Toen ik bij de vorige CrossFit Challenge, toen lukte het tenminste nog. Toen was het best wel te doen. Ik heb ook echt mijn sportoutfit aan. Dit zijn natuurlijk mijn mooie nieuwe voetbalschoenen. Ik heb gehoord dat Cristiano Ronaldo's ook dragen. Dus ja, dat zijn gewoon goede schoenen. En dan gaan we dan. Let's go. Op de lat. Ja, het telt niet. Die was close. Nee. Die was close. Nee. Dat was letterlijk de lat van het f***ing ding erachter. Ja, maar hij was close. Nee. Oké, het is weer Jeroen's beurt. Let's go, jongen. Gaan we. Gaan dan. Voor die 500 euro. Ja. Oh. Kijk, 4 jaar geleden deden we dit echt voor de lol. Maar nu zit er gewoon 500 euro op het spel. Die kan ik gewoon niet verliezen. Die moet ik winnen. Dus kom maar met een lakje. Oh, nee. Mijn complete netwaarde staat vandaag op het spel. Ik vind het niet leuk. Oh. We zijn zo dichtbij. Yo, Jeroen, je was letterlijk zo'n haartje verwijderd van ja, bijna zit, 500 euro. Jij zit er ook dat dichtbij. Ik zit ook dichtbij. Kijk, komt hier hoor. Oh! Nee. Oké, kom op. Even mijn voetbalskills. Wat blijven ze? Ik is zo dik. Doe het. Backflip. Go. Ja, oké. Komt hier hoor. Latje. Nee! Nee! Volgens mij kun je dit nog beter op sokken doen. Dit zijn absoluut niet... Nou ja. 500 euro, Arm. Ik voel hem met deze. 500 euro. Ik leg hem even op een hoger stukje, dat is belangrijk natuurlijk. 500 euro, come on! Oh! Dat was een paal. En de paal, die telt niet. Ja! Nee! Ik hoor hem gewoon eroverheen soeven gewoon. Arm, gaat hij doen? Het kinderspel is voorbij, man. Wat doe je? De schoenen gaan uit. Waarom gaan de schoenen uit? Het lukt niet. Kijk, het f***ing brede sol ding. En daarmee trap ik uit dat in mijn Happy Jersey's en dan gebruik je ze niet eens. Nope. Oh nee. Ah joh. Waarom? Nou, tot nu toe vind ik dat ik het persoonlijk beter doe dan Jeroen. Ik ga mijn geld vandaag verliezen. Ah. Komt u. Latje. Ja. Nee. Doe het, ik kom zo dichtbij. Let's go. Spijtig. Gaan we weer. Dit was hem. Kijk, dat is het leuke aan via YouTube doen. Op een gegeven moment kan je gewoon een ballenjongen betalen. Kijk, dat is onze ballenjongen. Hey, dat is trouwens mijn editor. Hey, als je Frank zijn hoofd raakt, dan krijg je 10 punten. Nee! Ah, come on! Die van mij is er nog geen enkele keer. Dat staat op beeld! They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never... Nee, hij kan het er allemaal uitknippen. Smerige man. God, jongen, ik haat dit. Ik haat dit. Deze is naar de tegenstanders van de vorige Crossbar Challenge. Yo mensen van Head Games. Verder jullie kijken naar de welbekende Crossbar Challenge. Oké, nu gaat Link, Joost en Jeremy. Deze is voor jullie. Ik ga hem voor jullie raken, jongens. Hey. Oh, jongen, hou nou eens op, man. Oei, oei, oei. Nou, zou ik hem nu wel in de buurt krijgen? Nee. Oké, dit moet hem worden, kom op! Ja! Nee! 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 Je schot mijn statief om! Zo, nou Jeroen, we zijn inmiddels al 20 minuten bezig. Nog niemand heeft geraakt. Succes jongen! Let's go! Mis! Kom op! 500 euro! Nee! Nee! En dan lag ik drie ballen mee, ik dacht het helemaal. Daar gaat hij! Kom op man, daar ben ik er echt klaar mee. Hoe doen mensen dit? Ik snap het niet. Nu dan! Nee, ja, nu schiet het te laag, omdat ik er niet overheen wil. Hé, hey, hoi! Hey. Ja, we hebben nu ook al 10 minuten naar de ballen lopen zoeken, joh, en die gaat zo lang duren. Gaan we nu toch eindelijk dat eerste puntje scoren? Oh! Oh!
my god. Het eerste puntje is binnen. Is niet leuk. Ik ga geld verdienen vandaag. Het voelt nu al alsof ik 100 euro kwijt ben. Zal ik je vast 100 euro geven? Nee, tuurlijk niet. Je moet er 3. Wie is eerste 3 raakt? Gek. Daar komt ie. Gelijk achter Jeroen. Nope. Spijtig. Nee. Spijtig. Back to back. Let's go. Nee, god. Ja, die zou erop gaan. Nee, dit is vals spel. Dit is compleet vals spel. Ik geef je 2 punten bij, maar je wint. Ik heb gewonnen. Video is voorbij. 500 euro. Ja, klaar. Nee, kom maar. Flikker op, jongen. Pink Floyd shirt. Wat denk je nou, money? Oh, wat is die kurf naar beneden de hele tijd? Ik dacht echt, ik ga dit varkentje wel even wassen, dacht ik. Ah jongen, ga jij lekker varkens wassen, joh. Kom op! Nee! Kak! Nope. Nope. Nou Jeroen, je hebt er al één. Gaat hij voor de tweede? Ik ben helemaal kapot. Mijn back up. Ik ben al klaar, man. I am the one, the way you're trying to... Get clapped on. 2-0. Absolutely clapped on. Oh, dit vind ik echt niet chill. Je hoeft er nog maar 1. Nee, oké, nu moet ik echt mijn best doen. En ik moet denken dat ik na deze video in de bijstand kan. Nou, dacht ik niet hoor. Ja, ik ben waarschijnlijk 250 euro kwijt. Dus jongens, abonneer even op mijn kanaal. Doe het zeker even. Ik heb gezien dat meer dan de helft van jullie niet geabonneerd is. Doe het nu, alsjeblieft. Dan verdien ik misschien een klein beetje terug, maar ik ga dit geld er gewoon niet uithalen. Maar, jij hebt nog niet gewonnen. Ik heb nog niet gewonnen. Het is nog niet voorbij. Mispush. Oh! Mispush. Zo close de hele tijd. En dit was de finishing touch. Nee. De afmaker. Nice. Oeh. Mooi maat. Nu dan, please. Oh. Oh. Raak erin. Raak erin. Het ga je schampen mag, hè? Nee, man. Ah. Ja, maar een schamp telt. Als je ook maar ting hoort, dan heb je hem al. Ja, als je er overheen stuit, dan telt het wel. 500 euro. Ik kan het geld al bijna op mijn rekening voelen. Frank, pas op, hoor. Nee! We worden wel beter, merk ik. Ja, we zitten de hele tijd in de buurt, man. We zitten in de wedstrijd. Ja! Nee! Nou, dit is in één keer weer... Stop it. Get some help. Komt u! What? Jongen, ik neem ook even een hoek gras mee hier. Ja, nou voel ik hem, man. Nou voel ik hem. Nee! Ah! Bada bing, bada bom. Ah, jongen. Nou, Jeroen, hè? Ja, je falen flikker, hè? Goed zo. Winnaar. Gaan we weer. Frank, pas op hoor. Nee! Ik moet iets lager, denk ik. Ah, Jeroen. Gaan we weer. Zoveel close calls. Oh! Oh! Zo close! Oh! Ja! Jongen, ja, het zijn nu 2-1. Matchpoint voor Jeroen natuurlijk. Ik heb hem geraakt, jongen. Jeroen, daar staat het gewoon even 2-1, hè, jongen. Ik sta nog steeds voor. Hij staat voor. Matchpoint, Harm. Ik hoef maar eentje te scoren. Jeroen, en het is je hoeft één keer die lap aan te tikken. 500 en je hebt 500 euro. En ik moet er nog 2 keer aan tikken. Je kan hem afmaken. Nee! 500 euro. Ik ben net in die fucking bosjes geweest en dan moet ik weer. Wat is dit nou weer, allemaal gillende kinderen, man. Jongen. Komt die vakspel? Oh! Yes, gast, akelig in de ik zit de hele tijd zoef eroverheen, zoef eronderdoor. Jongen, ik kan gewoon niet voetballen. Dit is echt vreselijk. Dit is gewoon vreselijk, man. Nou, dat maak ik. Beetje point. Laat die doen. Komt ie. 500 euro. Oh! Hij staat er. Dat telt niet. Nee, hij moet er wel direct op. Ja, ik kwam er nog op. Ik vind het zo niet chill dat jij gewoon op binnen staat, man. Ik voel me wel een beetje comfortabel, want ik sta steeds zo dicht in de buurt. En jij schiet er steeds best wel vaak over. Boom! Bam! Bada boom! Pow! I am the one, the way you can don't need the. Oh, ik ben bijna trillie, man. Yo, 2-2 vriend. Gewoon 2-2. Goed. Nu komt er wel een klein beetje druk op te staan. Oh, nu moet je, man. Nu moet je. Nee. Woe. Hey, wat vind je ervan? We staan weer gelijk. Hey, jongen, voel mijn hand. Voel mijn handen. Ik voel mijn handjes. Oh. 500 euro. Komt ie dan. Stond 2-0 voor. Nee. Ik haat dit. Als ik dit alsnog ga verliezen, jongen. Oh. Kom op, please. Mis deze. Mis hem. Oké, matchpoint. Nee, ik mis hem de hele tijd dik. Ik
mis dik. Het is ook zo typisch dat het letterlijk 2-2 wordt. Echt. Kom maar. Als ik dit echt... Oh. Please. Nee. Yes! Yes! Oh! Nee! Fuck yeah! Nee! Oh. Nee! Ik was zo bang, jongen. Nee! Jij scoorde die 2 achter elkaar. Hier, met het geld, Vic. Oh, er zijn echt letterlijk 20 kinderen die zitten te kijken van wat gebeurt daar nou weer. Heeft iemand 500 euro? Ja, ik heb 500 euro verloren. Wat een nederlaag. 250 euro. Ouwe, kom maar hier met die stacks. Wel geteld. 50, 100, 200, 300, 400. 500 euro voor 3 keer de lat aan tikken. Oh, ouwe, ik dacht echt die comeback, dit wordt hem. Dit was hem gewoon. In principe maar 250 winst. Oké, wacht. Valt mee. Jij bent natuurlijk begonnen, hè? Dus ik vind dat ik nog een keertje mag. Ben ik begonnen? Jij bent begonnen, toch? Oh, oké. Ja. Okay. Dus als ik hem nou raak. Gaat toch niet lukken. Durf je dat erop te zetten? Oké. Let's go. Ja, eigenlijk mag ik nog één keertje. Mocht jij nu deze raken, dan gaan we gewoon daarna net zo lang door totdat één iemand er was eerst. Ja, precies. Oké. Gaat hem toch niet raken, hij gaat hem niet raken. Oh. Nee! Eén briefje van 50, twee briefjes, drie, we hebben het al vier. Geteld. Oké, nou. Eeuw. Dit is een hele dure video. Ik baal er een beetje van. Ik vind het oprecht jammer. Ik win nooit video's en nu staat er geld op het spel. Precies, er staat één keer geld op het spel en dan win je! Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Doe het zeker even. Tot de volgende keer. Dikke doei! Dikke haar. Ja, joh. Ik mocht die er even in één keer wel op stuiteren. Echt,